Dit is een overheerlijke amuse van geroosterde puntpaprika. Spoel de puntpaprika eerst even af als ze uit het potje komen. Zo zorg je ervoor dat de azijnsmaak weggaat. Dat snij je in blokjes. Vervolgens smelt je boter in de pan en daar doe je dan een gesnipperd uitje bij. Die fruit je aan, laat die niet bruin worden. En vervolgens voeg je de geroosterde puntpaprika toe. Roerbak die even mee en dan gaat er een scheut Noli Prat bij. Laat de alcohol verdampen en voeg dan de bouillon toe. Dat laat je 15 minuten inkoken en vervolgens pureer je dat met de staafmixer. Dat doe je terug in de pan. Daar gaat crème fraîche bij en je brengt op smaak met peper en zout. En daarna kun je alsnog nog een staafmixer erin zetten om het wat schuimiger te maken. En je bent klaar.